was vaker. Super tof dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. En je ziet dat ik aangekleed ben. En dat komt omdat ik nu ook bezig ben met ontbijten. Ik heb dus havermout zo'n ding gekocht. En het kost eerder op en is lekker. Ja, hij is alleen een beetje waterig. Maar ja, omdat je water toe moet voegen, dan heb je dat. Ik kan hem ook in de magnetron doen. Ja, ik ben dus aan het afvallen. Dat weet je nog gezien. Alleen in die video die ik had geüpload. Mocht je die nog niet gezien hebben, klik op het i'tje. In ieder geval, doe een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En ja, ik heb ook hier een groene smoothie staan. Ja, ik ben benieuwd of dat lekker is. Dat is het tweede. Ik ga het gewoon proberen. Ja, in ieder geval, ik neem jullie vandaag mee in mijn dag. Ja, ik moet straks wel eerst even 4 uurtjes werken. Dan pas zie ik hier straks weer om 11 uur. Straks dan moet ik voor 11 uur moet ik werken. Daarna moet ik mijn scooter even naar onderhoudse beurt brengen. Even olie bij laten vullen. Desnoods als dat nodig is. En dan kan ik jullie pas jullie zien. Dus zie je mij dan later pas weer. Nou, ben ik aan mijn scooter net afgeleverd. Voor bij het onderhoudsbeurt. Ze bellen me als het klaar is. Ze hadden dus nog steeds dat alleen olie bijvullen mee was nemen. Was, maar niet dus. Maar ja, ik hoop dat ik hem vanmorgen terug heb. Dat is vorige keer wel het geval. Dus ja. Ik wacht even af. Dat ik hem terug heb. Bepalen dat ik nou weer lopen terug moet. Ja, het is een klein stukje lopen voor mij. Maar je doet er best lang over. We zullen voor mij vandaag iets eerder eten. Omdat ja, ik mijn scooter op moet halen voor sluitingstijd. Dus ja, ik heb wel even lekker ook gewerkt. Het was best veel. Echt irritant. Maar ja, ik film het even met mijn telefoon. Als het beeld shaked of niet goede kwaliteit is, dan weet je dat het daardoor komt. Ja. Ik wou naar de stad vandaag, maar ja, dat gaat niet. Goed dat natuurlijk nu weg is, dus dan wachten we gewoon even mee. Morgen gewoon even dingen halen. Ik hoef nu toch niet de straat meer op. Nou, die vorige keer ook, had ik gezegd dat ik het niet durfde. Bij hem achterop. Ja, ik moet nog een heel stuk doorlopen. Daar ben ik weer. Ik ben dus thuis. Ik had dus net verteld onderweg. Mensen die me goed hadden verstaan dat ik mijn scooter dus net heb weggebracht voor onderhoudsbeurt. Alleen is de vraag of het nou vanmiddag al klaar is. Want de vorige keer was het wel zo. Maar ik neem aan dat het wel zo is. Want er was nu een andere scooter die had een... Iemand anders ging met de bromfiets. Met de snorfiets ook. Ik had toen zat achter, een lekker achterband. Nou, dat was een paar minuten fixen. Dus achterband om dingen erachter loshalen. En een nieuwe band erop en klaar. Ik snap niet. Dan heeft die vrouw niet een verzekering of pechhulp afgesloten. Ja, de ANWB, dat ben ik mooi dom als je dat niet gedaan hebt. Ja, een bandje erop laten zetten is duur. Ik moet straks dus afwachten wanneer mijn scooter klaar is. Ze zeggen, we bellen wanneer die klaar is. De vorige keer was het dezelfde dag nog dat die klaar was. Vandaag wacht ik gewoon even af en anders bel ik even. Van ja, hoe dit nou zit, want ik heb morgen wel nodig om naar mijn werk toe te komen. Kijk, rond de tijd dat ik vertrek, rij je de bus nog net niet. Dus ja, ik kan wel met de fiets gaan, maar ja, hè? Daar heb ik ook niet zo zin in. Dus weet je, dus ik wacht gewoon af en anders bel ik voor straks zelf gewoon eventjes. Die vrouw helpen ze eerst en dan mij. Zien we het wel, het gaat nu wel geld kosten. Vorige keer was het gratis. Ik vond het wel moeilijk om nu goed eraf te moeten staan. Ik ben er zo aan gehecht, aan gewend. Het is niet dat ik lui ben of zo. Zo komt het misschien wel over, maar zo is het niet. Het is dat je een nieuwe rijbewijs hebt, een scooter hebt. En kijk, zoals jij bijvoorbeeld zo'n auto hebt, dan zou je ook geen dag zonder die auto kunnen. Nou, gaat maar een paar uurtjes hoor. Dus ik ga dan denk ik straks mee aan de slag en dan krijg ik hem. Al gaat rond een uur of 4 weer bericht.
Maar ik gebeld was vorige keer ook het geval. Dus dan ga ik hem ook even gelijk ophalen daarna. Ik ga ook dus even mijn geluidje en even een app sturen dat je scooter dus net heb weggebracht. Dat als ik gebeld word, dat ik hem ook ga ophalen. Dat ze dus, dat in ieder geval weet, dat als ik gebeld word, dat ik dan weg ben. Weg ga. Dat is eigenlijk natuurlijk nog. Ja, dat is. Dus dat ga ik even doen. Ik ga eens even lekker ontspannen. En even mijn verstand opnieuw en even gewoon even relaxen. Voelt je toen al wel een beetje naakt zonder je scooter. Wat dat betreft. Dus ja. Maar het is wel lekker hoor. Dus te doen. Het is ook zonder handschoenen te doen. Dus op de scooter. Dus dat scheelt ook weer. Het begint dus echt de temperatuur. Daar ben ik. Ja. Ik ben net gebeld. Ik kan mijn scooter ophalen. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Ik heb oortje uit van dat ik val. Ik ga lopen blaren. Deze. Ja. Dus ik ben dus nu onderweg om dat op te halen. Ik ben dus net gebeld. Ik had verwacht dat het iets later zou klaar zijn, maar niet dus. Het is niet klaar. En ik heb met mijn huisgenoot geholpen even met de intro. Het is gefixt. Ik vind goed zien dat er nog wat ijs op het water ligt. Dat kun je nog echt goed zien. Het is wel een dooie langzaam, maar toch. Oh jee, blauw. Oh jee, blauw. Net op de camera, maar goed ook, jongens. Misschien niet respectvol, maar blauw. Maar ja, ik had het dus over het ijs. Ik had nog steeds gewoon mensen echt op het ijs ook gaan. En niet hier. Oh shit. Die komt ons in de straat. Zie. Fuck. Dat gebeurt wel eens vaker. Er komt vaak ook politie en zo. Maar niet weer een schietpartij is gebeurd of zo. Steekpartij is laatst. Er gebeurt ook van alles en nog wat hier. Ik woon net precies in het verkeerde gebied. Ik ga mijn scooter ophalen en dan check ik jullie thuis wel weer. Dan ben ik weer. Het is veel later. Het is bijna 9 uur. Ik zit dus even op mijn telefoon. Stefan, gamer Stefan en nou, ik zie je dat jij reageert. Nee joh, jij bent niet te zwaar. Als je zegt dat jij te dik vindt, laat ik je echt opnemen. Ik zit niet lol. Nou, ik vind mezelf niet een beetje stevig. Nee, ik ben al opgenomen hier in het gesticht. Dus dat is goed. Ik ben dus al opgenomen, dus ik ben al prettig gestoord. Dus ik zit al op de goede plek. ik ben dus een beetje zwaar. Ik heb ook wel wat aardig. Ik merk het zelf aan mijn kleding ook, dat ik dat toch een grote maat heb. En ik denk van ja, dat had ook iets smaller gekund. Dat had ook een maat kleiner gekund. Ja, dat dus. Mijn moeder had me net een paar keer geprobeerd te bellen. Ik had haar gebeld net terug. Zij zegt dat er vannacht een brand is geweest hier in Wageningen. Maar of dat nou zo is, dat is een tweede. Dus daar ga ik even naar op zoek. Want dat ben ik natuurlijk wel nu naar benieuwd. Nou, ik heb het dus gewoon in de Treupstraat. Ik weet niet waar dat hier eigenlijk is. Waarschijnlijk heel dicht bij mij, maar... Ik heb er helemaal niet zo genoemd afgelopen nacht. Weer van 7 uur tot 11. Waar ik wel last van heb is weer kramp. Mijn enkel en mijn kuit. Dus het is heel vaak als ik een drukke dag heb gehad. Heel veel gedaan heb. Maar ook soms als ik een dag heb gehad dat rustig was. Dat ik dan ook gelopen heb. Dat ik dan er last van heb. En dat is irritant. Dus ik hou ervan gehad dat het morgen nog steeds zo is. Dan ben ik morgen de dokter. En dan is maandag de dokter. Dus ja. Maar ja. Ik ga in ieder geval zo lekker naar bed. Tenminste proberen. Ik wil dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen bij een nieuwe vlog weer.